We gaan vanavond gewoon de vakantiefilmwedstrijd en de One Minute filmwedstrijd. Alleen ik wil dit jaar eens kijken of het lukt om de leden zelf te laten jureren in plaats van een jury. Want juryleden worden schaars in de regio. En vroeger konden we ze langs de kant van de weg plukken, maar dat is tegenwoordig niet meer. Dus nou hebben we gezegd, nou dan gaan we de leden zelf jureren, officieel, zoals het normaal gesproken een beetje moet of hoort te gaan. En dan gaan we kijken wat eruit komt. Dus het is een soort zaalsjurering, maar dan officieel met punten. Allemaal hartelijk welkom. We zijn toch weer een grote vertaler, dat doet me altijd deugd. Je moet altijd maar afwachten wie er op zo'n avond kunnen en er zijn. Maar de zaal is lekker vol. Wat wij vanavond gaan doen is de leden, dus van de RWZL, die gaan eigenlijk jurylid spelen. Daar heb ik speciale formulieren voor gemaakt. Ieder, ook degene die een film insturen, die krijgen een formulier. Ik heb voor de vakantiefilmpje heb ik twee kleine filmpjes ingestuurd. Eentje van Hongkong. En dat is 3 minuten. En ik heb een stuk van Kaapstad ingeleverd. Dat is 4,5 minuut. Want ik heb wel een heleboel van die vakantiefilms. Ja. Maar ik kom altijd maar met kleine stukjes ervan. Want als het achter elkaar goed. Als ik achter elkaar die filmpjes laat zien, dan gooi ze me hier de club uit. Maar 3, 4 minuten kan nooit geen kwaad. Maar het zijn geen prijzenwinnetjes. Het zijn gewoon filmpjes. Nou ja, ik zeg wel, het is een afgerond geheel. 2 kleine stukjes. En daar kan iedereen wel naar kijken, dat maakt niks uit. Nou, ik heb dus als vakantiefilm heb ik een sfeerfilmpje dat is getiteld Vlinders en Orchideeën. Of Orchideeën en Vlinders. Exact weet ik het niet meer uit mijn hoofd. Maar... Daarnaast heb ik 2 1-minuten filmpjes. Eén filmpje wat ik heel erg leuk vind, dat is Product X en Y. En ik heb ook nog een filmpje, dat heb ik al eens op de club vertoond. Heb ik naar 1 minuut versneden en die heet Vis is Vis. De wereld van de Inca's. En tijdens mijn vakantie in Peru, Bolivia en Chili heb ik een reis gemaakt. En toen heb ik verschillende plaatsen van de Inca's gezien. En met al die beelden die ik gezien heb, heb ik nu een documentaire van gemaakt. En hoe lang is die? 18 minuten. Dus dat is een heel lang. En hoeveel minuten is die te lang? 18? Nee hoor, dat is ook flauwekul. Maar ik had hem al ingekort, want hij was al 22. Nou, dat vond ik al te lang. Dus nu is hij 18. En ik zou zeggen, ik beoordeel straks zelf eventjes of hij misschien nog te lang is of dat hij ingekort kan worden. Hij is in Zwitserland en het ontstaan van de rivier Ziemen. Ja. En dan tijdens die wandeling komen er allerlei gedachten boven me op. Wat voor gedachten bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld hoe het ontstaan van een rivier en ook weer het eindigen van die rivier met een mensenleven te maken heeft. De teksten heb je zelf geschreven? Ja, de teksten heb ik zelf gemaakt. Waarbij je dus wel natuurlijk een aantal dingen daaromheen leest. Zoals? Nou, bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk schrijvers die daarmee bezig geweest zijn en waren ook dichters. Dus daar verdiep je je wel in. Alleen de boswachter. En waar gaat hij over? Over het bos. Dat is logisch, hè? Anders ben je geen boswachter. En wat doet de boswachter? De boswachter die probeert orde te scheppen in het bos. Kijk, in het bos gebeuren de gekste dingen. Zoals, dat kan ik je nou wel vertellen, want ze rukken de takken van de bomen. Ja. Kijk, en dat is niet in de haak. Ga nooit bij me weg.
je ooit verdwijnt, laat mij je dan weer vinden. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.